Ik join zojuist de server en ik kijk hier even bij mijn chestroom. En het eerste wat ik zie, ik heb een cadeautje. Kijk jongens, daar gaat het. En het verdwijnt gewoon. Oh, nog alleen deze denk ik. En dan, als het goed is, is dan al het water eindelijk een keertje verdwenen. En hoe leuk is dit nou jongens? Je hebt nu gewoon het huisje hier en daar op de achtergrond mijn kasteel. Hier, kijk jongens, als ik namelijk nu dit doe, van dit allemaal papier maak en ook echt veel. Hier, dan heb ik stack boeken. Weet je hoeveel boeken dat zijn? Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag sta ik hier voor mijn prachtige kasteeltje, jongens. Ik dacht, weet je wat, laten we een keertje van een afstandje beginnen. Dat we gewoon even kunnen aanschouwen en ik weet niet waarom ik het ruiken deed het. Oeh, wat ruikt mijn kasteel lekker. Het ziet alsof ik maar mijn kasteel ging ruiken of zo. Van zo'n afstand. Maar leuk dat jullie er allemaal weer zijn, jongens. Welkom weer bij een nieuwe Content Veen aflevering. En ik heb heel leuk nieuws. Ik join zojuist de server en ik kijk hier even bij mijn chestroom. En het eerste wat ik zie, ik heb een cadeautje. Althans, post of zo. Laten we het hakken. Hoppakee. Hé, hey, ik wou het zeggen. Waar ging de rest nou heen? Dan hebben we 4 emeralds, een emerald blok en vakantiehuis van Floor. Beste makkers, wij van Kingdom Jungle zouden graag een vakantiehuis bij u willen komen bezichtigen. Ik heb niet eens een vakantiehuis. Waar hebben ze het over? We zijn af en toe de warmte van de jungle een beetje zat en zouden daarom graag een huis in uw gebied willen kopen. In ruil daarvoor kunnen wij u helpen om uw kingdom op te bouwen. In een kingdom horen immers meer dan één persoon te zitten. Wij horen graag wat u van dit aanbod vindt. Kusje, René en Floor. Nou, jongens, hoe leuk. Dat vind ik oprecht heel leuk. Dus laat ik gelijk een reactie naar ze sturen. Hebben we even een boekje nodig. Laten we die dan even hier bij mijn nieuwe bibliotheek, die vorige aflevering gebouwd is, ophalen. Want daar bewaar ik tegenwoordig al mijn boekjes. Als het goed is, liggen die hier ergens. Die zijn op. Laten we dan hier een boekshelf plaatsen. Gewoon met de hand hakken. Daar krijg ik dan 3 prachtige boekjes uit. Deze terugstoppen. En dan een boek en quill maken. Beste René en Floor, ik ben enorm blij met jullie aanbod. Weet je wat, ik typ het wel even. Zo, ik heb helemaal geschreven, hij heet vakantiehuis. Beste René en Floor, ik ben enorm blij met jullie aanbod. Echter heb ik helaas helemaal geen vakantiehuisje. Gelukkig heb ik wel een plek waar ik graag een dorpje zou willen hebben. Jullie zijn van harte welkom om daar aan de slag te gaan en gelijk een mooi vakantiehuisje te maken. Graag wil ik met jullie meeten om dit te bespreken. Groetjes, makkers, Max, ook wel Mak. Laat ik deze gelijk even terugbrengen naar hun en ik kan niet het emerald blok en de emeralds weer gebruiken, want dat is een beetje stom om hun cadeau aan mij, zeg maar, gewoon weer terug te sturen. Dus laat ik deze keer redstone doen. Zo, we zijn aangekomen in de jungle. En in plaats van dat ik het boven ga doen, ga ik nu lekker haar cadeautje hier achterlaten. Boekie erin. 1, 2, 3, 4. Redstone, 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 redstone. Nou, dan laat ik op een leuke manier achter. Maar, nu ik hier toch ben, er is in één keer een hele muur hier gebouwd gewoon. Moet je zien. Heel Kingdom Jungle staat gewoon nu in een muur. En hier heb je de ingang. Wow, wat lijp jongens. Het is nu gewoon helemaal ingesloten dat je hier gewoon niet meer weg kan. Huh? Het is gewoon helemaal veilig hier nu. Wat lijp. Dat wist ik niet. Oh, maar deze, wat sick. Nou, laat ik weer naar huis gaan. En dan heb ik een plan om iets heel leuks te doen. Namelijk, jongens, Reno's zijn huis hier. Hè? Jullie kennen het allemaal van de allereerste livestream. Nou, die is helemaal kapot. En er is hier eigenlijk nooit wat gebeurd. En ik denk, nu ik dit gehoord heb, dat het tijd is om een allereerst huisje te maken hier. We maken deze gewoon een keertje af. Maken het pad ook even hier netjes. De netherportal misschien een beetje opknappen. En dan laten we het hier gewoon even woonbaar maken. Voor René en Flora en mogelijk nog meer toekomstige gasten. Om hier gewoon te gaan wonen met z'n allen. Dat ze hier ook een vakantiehuisje hebben. Dus even slapen, materiaal bij elkaar halen. En dan ben ik heel benieuwd hoe dit er allemaal uit gaat zien. Zo, ik heb zoveel mogelijk spulletjes meegenomen. En als ik iets vergeten ben, maakt het uiteindelijk ook gewoon niet uit. Want ik kan altijd nog snel weer terug omhoog rennen. Laat ik even snel een werkstationnetje maken. Daarvoor heb ik meegenomen een crafting table. Een stone cutter. En natuurlijk lekker een bed om in te slapen. Laten we gelijk slapen om een dag te maken. Dan begin ik met deze farm eerst even weghalen, want dit staat natuurlijk al helemaal vervelend. Dan is het ook echt een keertje tijd om dit vervelende water wat hierboven staat ook weg te halen. Laten we dat gewoon heel even met steen doen en halen we daarna het steen ook gewoon weer weg. Maar dit water hier, dit maakt het altijd al zo raar dat dit hier zit. Kijk, het was een leuk idee, maar het is helemaal overspoeld en overstroomd. Daar zitten hier allemaal op rare plekken nog water. Kijk, daar gaat het al, jongens. Het gaat al langzaam weg nu. Oh nee, niet. Hier zit ook weer. Zo.
ook al top. Er zit hier nog een plekje. Oh mijn god, er zit echt overal water. Kijk jongens, daar gaat het. En het verdwijnt gewoon. Oh, nog alleen deze denk ik. En dan, als het goed is, is dan al het water eindelijk een keertje verdwenen. En jemig, wat een rust dat het geeft. Oh, dat was zo random altijd dat water hier. En nu is dat gewoon weg. Het ziet er al echt gelijk beter uit. Laten we dan ook even het farmwater hiervoor eens en voor altijd weghalen. Ik ben zo benieuwd hoe dit eruit gaat zien als dit gewoon af is, jongens. Dat er gewoon eindelijk een keertje een huisje hier beneden staat. Het gaat denk ik heel erg gek zijn. En ook gewoon even die houten pilaren weghalen. Sorry, Reno. Ik hou echt gewoon alles wat je ooit gedaan hebt in Content Veen haal ik nu weg. Maar het moet wel echt een keer gebeuren. Waarom is Justin hier? Waarom plaatst hij een sign? Wat doet hij? Abonneer op Bandit. Jongens, abonneer. Oh, abonneer. Ik weet niet wat deze keer mijn editor ervan maakt, maar abonneer nou gewoon. En like even. We gaan voor 3000 likes. Goed zo, Justin. Goed zo. We hebben overigens nu ook zoveel abonnees, jongens. En we kunnen heel snel die 140.000 abonnees halen. Het gaat echt bizar snel. Dus let's go. Alright, jongens. Ik heb het land hier een beetje opnieuw gevormd. Het ziet er al iets beter uit. Ik ben nog niet helemaal klaar, zo te zien. Maar ik vond het land zo random hier. Je ziet het aan alle dirtblokjes. Het moet nog even gras worden en normaal groeien. Maar dit ziet er al even beter uit. Het geeft even een andere vibe als je hier aankomt nu. Dat het gewoon niet zoals een rommeltje eruit ziet. Maar right, laten we het land nog een beetje aanpassen en dan de funderingen bouwen voor het nieuwe huis. Ik ben ook gelijk het pad hier aan het maken, want dat was ook helemaal gewoon poep. Elke keer als je hier aankwam moest je via een raar soort pad. Dus nu ben ik hem eigenlijk wat aan het verlengen en dan wil ik daar onderdoor een tunneltje naar de netherportal maken. Of ik wil de netherportal gewoon compleet verplaatsen. Ja, daar twijfel ik nog even over, maar in ieder geval ben ik nu dit aan doen. Ik heb hier een soort railing gemaakt. Er komt nog een leuk hekje bovenop. Maar dat zijn dingen die allemaal wel komen. Ook deze aflevering, want dat hoop ik. Ik wil zoveel mogelijk al gelijk doen. Dan hier de bocht leuk om naar rechts. Oh, dan moet er wel, zeg maar, deur zitten om daar een pad te maken. Zoals dit. Kijk, heb je een leuk bochtje die eromheen gaat zo. Kijk, dit gaat de goede kant op, jongens. Moet je zien wat de verschil nu, als je hierheen komt. Het is al gelijk zo anders. Jongens, Justin keert terug en hij heeft hout voor me gehakt als het klopt. 1 stack. Oh, niet eens een stack. Dankjewel, Justin. Oh, en daar is de rest, jongens. Die Justin, die heeft even lopen hakken voor me. Oh, wat top. Wat top. Ik hou van je. Ik betaal je straks. Kijk hoeveel beter dit eruit ziet, jongens. Ik heb dat hele pad gewoon even geüpgrade. Als je nu... Hallo, waarom verstoor jij waarom wat ik aan het zeggen ben hier? En jij ook. En jij ook. Nee, maar als je hier nu gewoon aankomt lopen, heb je het zoveel gezelliger. Het pad is hier gewoon eindelijk een keer geüpgrade tot een normaal pad. Dus dat loopt helemaal door tot mijn kasteel. Enige ding is dat die hele netherportal nu dus wel gewoon gone is. Althans, hij staat er nog wel, maar hij staat hieronder. Kijk, hij staat hier. En daar moet ik wel even een oplossing voor hebben. Voor nu laat ik het dus gewoon even zo. Maar dan moet ik wel even een nieuwe plek bedenken voor een nieuwe portal. Hier, ik zet er zelfs gewoon een deur neer. Hier, hoppakee, deur zit erin. Laat ik dan nu, zoals ik al eerder zei, een fundering bouwen voor een huis. En ik denk dat Reno's plek hier wel nog steeds de mooiste plek is. Maar alleen wil ik het nu net een beetje anders hebben. Kijk jongens, het is een beetje een gekke fundering. Hele gekke vorm, vooral als je het zo ziet. Hij loopt daar helemaal raar, helemaal op schuin. Maar ik heb nog wel een idee hoe ik dat een beetje op kan gaan lossen. Want ik vond dit wel een hele leuke vorm om er een keer iets in te maken. Kijk, zo is de fundering in ieder geval geplaatst. En daarop wil ik het huis bouwen. Dus het is eigenlijk een soort eerste laagje gewoon steen. En daarop komt het hout en zo. Ik weet niet waarom, dat leek me wel gewoon een keertje leuk op te doen. Dus laat ik er nu op zijn minst even een houten vloertje in doen, zoals dit. En dan kan ik vanaf daar gewoon aan de slag. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als mijn kasteel. Alleen dan nu in huizenvorm. Kijk, en zo is het toch echt al een groot beginnetje gemaakt aan een huis, jongens. Het is een hele bijzondere stijl, vind ik, wat ik van plan ben. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet eens wat ik zelf van plan ben. Ik ben gewoon vooral dit dorpje ready aan het maken, zodat het bewoonbaar kan zijn voor Floor en René, die hier een vakantiehuisje willen. Dan kunnen ze zelf een eigen huisje gaan bouwen en kunnen ze hier gewoon terecht met z'n tweetjes. Dat vind ik wel leuk. Ik ben al best ver inmiddels met het bouwen van het huis. Ik vind het een beetje gek hoe zover ik het nu in elkaar gezet heb, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat ik hier uiteindelijk nog wel wat leuks van kan maken. Oh, van kan maken hoor. Ik denk als het eenmaal wel gewoon af is, dat het wel in de stijl past. Maar laat ik eerst kijken of ik het nog een beetje kan redden. Zo, we zijn in één keer weer een heel stuk verder. Ik ben wel blij met het resultaat of zo. Elke keer hoe verder ik ga, hoe meer ik toch de potentie zie van het huis. Dat het wel echt een leuk huisje kan worden. Het is een beetje een bende, om eerlijk te zijn. Maar wel mijn bende. Dus hey, dan is het leuk, hè. Zolang het je eigen bende is, jongens, is het altijd leuk. Het dak zit ook alweer, ja, het schiet op, moet ik zeggen. Kijk, als je het zoals dit ziet, het is wel een heel ander soort huis dan dat ik origineel in gedacht had dat het zou zijn. Dat hoekje daar ben ik het nog niet helemaal mee eens. Nu ik dat zo zie, denk ik. Althans, jawel, maar dan moet ik het ook aan de andere kant doen. Ja, ik vind het wel leuk. Daar ben ik tevreden mee. Toen ik het aan het maken was, was ik echt bang dat het niet leuk zou worden, maar nu ik het zo zie, dit keur ik goed. Laten we de rest dan ook nog even doen en dan laat ik jullie het allemaal gewoon zien als het van buiten af is.
Weer een kleine update op het dak. Het ziet er al een stuk beter uit. Hij is nu aan alle kanten is hij af, Daro. Er moet nu nog het glas in, wat details in. Maar jongens, als ik dat ga doen, ga ik het gewoon niet redden voor de episode. Dus ik denk dat ik het voor nu even hierbij laat. Dan kan ik er even een tijdje over nadenken. En wie weet kom ik er morgen op terug. En dan zie ik kijken naar denk ik, ik had eigenlijk dit veel anders willen doen. Dus zoals nu zit er best wel veel hout en geen steen daarbovenin. Dus we laten het voor nu even hierbij. Ik ben er wel heel tevreden mee al hoe het er gewoon uitziet. Het is ook lekker ruim hier. En heb je er nog opmerkingen over, laat die dan ook gewoon lekker in de reacties. En kijk je nog steeds de video, reageer dan even. Appelmoesje. Ik weet niet waarom appelmoesje, maar reageer maar gewoon appelmoesje. Dan wat ik wel alvast wil doen is nog gewoon vast wat details hier beneden. Dat lijkt me wel leuk. En laat ik wel gewoon het glas erin douwen, want dat geeft al een heel, hoe noem je het, voldaan gevoel. Glas in je beeld is echt gewoon belangrijk, dat je je ramen af hebt. Maar ja, de rest komt later wel. Kijk het verschil gelijk. Ja, dat is zoveel beter, glas erin. Je moet daar allemaal nog steen, jongens, overigens. Laat ik beginnen met een beetje het territorium bakenen. Op deze manier. Dat het duidelijk is van hey, kijk, de nympho die hier woont die houdt niet zo van indringers. Ik wil namelijk dat de tuin wel lekker groot is van deze beeld. Maar het hoeft niet echt officieel te zijn dat je er niet overheen kan klimmen. Maar gewoon een beetje sier afgesloten, weet je. Zoals dit. Hier. Dit is toch wel prima. Deze manier. Dit moet wel even weg, want dit is heel vervelend. Maar kijk, dit geeft al een heel ander effect. Dan ga ik even wat boomiel en zo halen. Kijk wat een verschil het is als je hier nu alleen al aankomt lopen, hè. Normaal was je hier zo'n raar trappetje naar beneden bij de netherport. Nu kom je gewoon aanlopen bij een prachtig nieuw huisje, jongens. Hij is nog niet helemaal klaar natuurlijk. Maar naast dat is het wel gewoon echt een compleet nieuwe sfeer hier. Laat ik hier een leuk campfiretje plaatsen. Daaromheen gewoon plekjes waar je zo kan zitten. Dan leuk dit er een beetje bij. Dat het echt ook gewoon een goed plekje is. Dan een pad naar achter hier. Want ik wil natuurlijk gewoon een ingang ook hier dwars doorheen hebben. Dat je zo in de achtertuin komt. Hier, zoals dit. Nou, dit is toch leuk. Bloemetjes of plantjes erbij. Zo. Een leuke barrel plaatsen we dan. Met op de barrel wel een bloemetje met daarin een... of een potje met daarin een paddenstoel. Puur zodat het is... dat je ziet die barrel is voor sier. Dan boommielen we hele hadse bende hier gewoon. Hoppakee. Zie nog een extra plantje hier die wat hoger is. Kijk wat een verschil dit is, hè, jongens. Oh, wat nice. Ik hou zo echt van details. En laat ik hier dan gewoon dit vooral helemaal vol pompen met... gewoon leaves zoals dit of leaves gras. En als je dan ooit iemand komt wonen, jongens... dan kan hij zelf kan hij ook nog veel meer toevoegen, hè. Dan kan hij het zelf nog helemaal naar keuze maken zoals hij het liever heeft... Zo. Dat is natuurlijk niet aan mij om zijn huisje helemaal van top tot teen af te maken. Maar ik kan wel al gewoon mijn best doen en zoveel mogelijk details toevoegen. Nog wat van die stenen details erin. Dat is ook wel leuk, denk ik. Dat moet overigens ook nog hier beneden in het pad. Dus laat ik dat sowieso maar even doen. Dan zie ik dat het ook nog best wel donker hier is. Alleen ik heb maar 2 lanterns. Dat is een beetje vervelend. Ja, die plaats ik dan wel even hier voor nu. Dat is een beetje weinig. Maar oh, wat is dit? Wat zitten jullie met z'n tweeën hier gemeen te doen? Nou, ze kunnen René en Floor eigenlijk wel gewoon een vakantiehuis huren als ze willen. Als ze geen zin hebben om zelf eentje te maken, kunnen ze nu altijd wel gewoon hier bij mij terecht, zodra die af is, hoor. En qua details is het denk ik wel leuk zo in de buurt. Hier moeten natuurlijk nog dingen, maar ja, de paden moeten nog verlengd worden. Daar moet ik ook even een pad naartoe brengen, want kijk, ik heb in mijn afgelopen livestream, jongens, heb ik hier een hele grote sugarcane farm gemaakt, omdat ik het gewoon een beetje zat was, dat ik altijd zo weinig sugarcane had. En hoe leuk is dit nou, jongens? Je hebt nu gewoon het huisje hier en daar op de achtergrond mijn kasteel. Stel, er wonen hier nou daadwerkelijk mensen. Dan heb ik dan gewoon dat kasteel daar, dan woon ik daar leuk, maar dan weet ik dat hier beneden in het dorp ook gewoon een heleboel mensen wonen. Dat zou me zo gelukkig maken. Kom nou bij me wonen, jongens, alsjeblieft. Maar laat ik hem eens voor het eerst farmen, deze sugarcane farm. En werkt dit met fortune? Ik denk het niet, hè. Ik heb er 40. Kijk, let op. 42. Nee, dat werkt niet. Maar we kunnen wel heel veel sugarcane hieruit halen. En dat betekent heel veel nieuw papier. En heel veel nieuw papier betekent toch natuurlijk heel veel nieuwe boeken. Want blijkbaar, heb ik ook in mijn livestream gedaan, verkopen René en Floor gewoon in hun winkel heel veel leer. Dus ik heb echt mega veel leer gekocht in die winkel van hun. Waardoor ik nu denk ik oneindig veel boekenkasten heb. Ik denk dat ik echt legit oneindig veel boekenkasten ga krijgen door deze manier. Mijn eigen farm hier, nou dat komt wel goed. Dat zie je. Hier ik zit echt bomvol met sugarcane nu. Ik denk dat ik zelfs te veel ga krijgen nu. En dan ook al dat leer. Ja, dat is mooi. Dat is echt mooi. Zo, hoppakee. Laat ik het allemaal even weer binnenleggen. En dan dier afscheid nemen. Tot de volgende keer. Dit gaan we zeker snel afmaken, dit huis. Het is gewoon, als ik er nu nog langer mee bezig ga zijn, heb ik er geen tijd meer voor. Het is al 11:15 s'avonds. En ik begon met deze opname rond, wat is het, 9:00. Hier, kijk jongens, als ik namelijk nu dit doe, van dit allemaal papier maak, en ook echt veel. Hier, dan heb ik een stack boeken. Weet je hoeveel boeken dat zijn? En ik kan zelfs meer maken, want ik heb hier nog ook echt heel veel. Hier, zelfs meer. Huh? Oh my days, jongens, ik heb gewoon bijna 2 stacks boeken. Daarmee kan ik, niet dat ik ze nog heel snel nodig heb, heel veel boekenkasten. Ik ga ze wel gelijk hier opslaan, in mijn prachtige bibliotheekje. Maar het is gewoon handig om altijd veel boeken te hebben. Ik had er gewoon veel te weinig. En ik moet eigenlijk ook nog wat teruggeven aan Mouw.
Maurits wat ik heb gestolen. Of ik betaal al gewoon in diamonds. Dat zou ook wel prima zijn. En kijk, al dat sugarcane dat ik hier trouwens nog heb. Daar kan ik gewoon nog meer boeken van maken. Dan had ik hier beneden een nieuwe villager, jongens. Dat heb ik ook in mijn livestream gedaan. Die ga ik wel even van jullie laten zien. Dat is namelijk... de naam was Brenda. En Brenda loopt eigenlijk vrij rond. Huh? Brenda, waar ben je? Brenda is een experiment. Oh, kijk hier. Kijk, Brenda is eigenlijk een soort van experiment wat ik aan het uitvoeren ben. Ik heb Brenda namelijk gewoon de keuze gegeven om vrij rond te lopen door het kasteel. Kijk, hier ver gaan rondlopen zal ze nooit doen. En ze zal altijd terug kunnen. Buiten de poort kan ze toch nooit. Dus ik dacht, weet je, ik ga jou gewoon de vrijheid geven om een beetje naar plekjes toe te lopen waar je wilt. Kijk, zoals nu. Kijk, waar gaat Brenda heen? Richting huis langzaam. Kijk, uiteindelijk loopt ze toch wel weer terug naar de plekje hier. Want hier heb je de boekenkast staan en de bed en zo. Dus Brenda weet uiteindelijk waar ze heen moet. Ze is vrij om rond te lopen en vrij om te doen wat ze wil. Maar ze zal me nooit verlaten. Denk je dat het een goed plan is? Nee. Of zo. Of denken jullie van nee, Max, doe niet. Want straks ben je villager kwijt. Of zo. Laat maar even weten in de reacties. Verder wil ik hier dan namelijk ook gewoon nog meer villagers neerzetten. Dat ik hier gewoon ook allemaal villagers vrij rond laat lopen om hun ding te doen. En dat is ook gewoon een beetje gezelligheid voor in het kasteel zelf. Maar voor nu ga ik deze aflevering afsluiten. Dag. Nee, ik ga niet zo'n kort outro doen. Vond je het nou leuk? Abonneer zeker even. Want nogmaals, dit is abonneer. Ik weet niet wat de editor ervan maakt, maar abonneer. Heb je nou een leuk idee? Laat die dan zeker even in de reacties achter. En dan voor nu, spreek je later, glaasje water. Tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah.